Hallo mensen, hello guys. Today is Tuesday in June 2021. Wat heb je vandaag nodig? 2 dumbbells. You need 2 dumbbells or water bottles today for the last exercise. And first we're going to do a lovely squat and kick. En de tweede oefening is een van de favoriete buikspieroefeningen. Een reverse crunch legs lowering. Nou, you'll see later. Let's start first with our first exercise. We doen natuurlijk weer 4 rondjes en 3 oefeningen. En de eerste oefening gaan we eventjes een squat en kick maken. En ik ben de laatste tijd nogal een fan van de timer. Hoef ik niet te tellen en dan weet ik zeker dat ik hem lekker lang doe. So, let's do a squat and kick to start. I'm opening my legs, shoulder width apart. En wat ik altijd een beetje prettig vind bij squats is de knieën naar buiten doen. Vaak bij squats, vooral als we die in de sportschool doen met een barbel, is het echt de bedoeling dat je die diepte opzoekt. So, when making a squat, it's important to find depth. So, this is a squat with lots of movement. So, try not to do it too fast. You want to get the heart pumping, the blood flowing. So, we want to get a little pace in there, but you want to create depth. So, please go lekker laag. Now, mensen, I'm going to do it for 1 minute. En ik wens jou heel veel plezier bij deze leuke workout. 1 minute starting now. Opening legs. When I open my knees, I can create more depth. Zo, laag. En bam, kick it. Zak, knijp je bil, push. Zo, all the way down. Opening knees. And now feel which one of your feet presses more into the mat. And which of your legs makes an easier bend than the other one. Dus je voelt heel vaak één been veel wat meer naar beneden, iets makkelijker en die andere misschien iets minder sterk. Wees je bewust daarvan. Alright, keep going. Push. So you can easily make counts if you like. But I'm deciding today, gonna do it for 1 minute. Yes. Bam. Zet kracht. En squeeze. Yes, make a big kick. Ik hou ervan om mijn handen voor mijn borst te houden. Dat geeft me een beetje balans. Try not to lift up shoulders. And never go forward with the chest. So, my 1 minute is up. Lovely. Ga lekker liggen op mijn mat. Oh ja, ik ben hier in de ontzettend leuke sportschool Squash City. En ik heb even een ander hoekie dan normaal gepakt. Leuk, hè? So, put your legs up. And now squeeze the legs together, the feet. En je onderrug is in de mat. So what I usually see going wrong with this exercise is people doing this. Naar de borst trekken. Probeer echt omhoog te doen. You really want to create tension in the belly and in the lower back. Dus probeer echt recht omhoog te gaan en langzaam te laten zakken. So, here we go. Press against the mat with your hands. Keep the shoulders away from the ears. En dan gaat hij. En op en rug in de mat voor. 3, 2, 1. En op, haal vast. 4, 3, pletten. En 1. En 3, zet kracht. Rug en schouders in de mat. 3, 2, 1. 5, zet kracht. Buik in, pull it in, pull it in. En 6, push. Nou, als het goed is, voel je hem. En als je voelt dat je rug van de mat is, dan moet je niet te laag gaan met de benen. 7, keep going. Keep breathing. En 8. En laag. 2, 3, 4. Nog 2 keer. 9, zet kracht met die buikspieren. En de laatste keer. 10. Heel langzaam naar beneden. Nou, trek even de knieën voor de borst. Roll from side to side. En dan gaan we lekker omhoog. En dan ga ik mijn schouders trainen. Mijn deltoïdeus, de zijkant van mijn arm. Shoulders and delts are now up. For training. Knijp goed de billen vast. The hand palms are facing down. Knijp in de handen. Ik ga mijn arm optillen vanuit mijn elleboog. So I'm lifting up from the elbow. Not from my hand. Dus als het te zwaar wordt zometeen misschien. Denk je van, oh, ik krijg mijn arm niet meer omhoog. Buig dan een iets kortere arm. En op die manier wordt het iets draaglijker. So guys, we're going to do 20 reps.
And that means 20 right and 20 left. Okay, die schouders blijven laag. Now brace your core and your booty. Here we go. 1, zet kracht. Push. Nou, ga niet naar achter leunen met je borst. 2, don't throw it. Knijp je hand. 3, en push. En 4, yes. Hou die nek lang. En 5, knijp in die handen. Push. En 6, so move from the elbow up. Rustig aan. 7, hand is on the shoulder width. En 8, knijp in die hand. En 9. En door. Yes, het gaat lekker. Even van dichtbij. 10. Hi. En 11. Hou vol. En 12. En push. En 13. Nou, ik begin hem al te voelen. Dat is mooi. En 14. En press. 15. En terug. En 16. En 17. We're almost there. Push it up. En 18. I'm doing 20 reps. I don't know if I told you. 19. Yes. And the last one. 20. En push. Nou, als je er nou nog heel gemakkelijk 5 kan, doe dat dan even. So make sure the reps are very challenging for you. If you don't feel it, nothing will happen. So you want to be challenged. Round number 2, here we go. En ik ga 1 minuutje de timer zetten. Are you ready? Let's go. 1, push. 2, bam. Zak laag. 3, open the knees. Down. Push. En hou die buik in. Don't lean back. So when you pull in your abs, when you kick, you create a little abdominal action. Lekker hoor. Hou vol, zet kracht. En push. Keep the shoulders down low. Leun niet naar voren met de borst. Bam. Down. Kick. Sit. Boom. Adem uit. Gaat lekker mensen. Don't stop. And you can do it. Bam. Adem door. So you feel sometimes one leg is more stable to lean on than the other one. Keep going 5 seconds. Exhale. Boom. Up. En laatste. Helemaal top. Zo, ik ga liggen. 10 herhalingen voor mijn reverse crunch. En lowering legs. Before I start, I round the back of my lower back. Extend my legs. Handen in de grond, lange nek. Ontspan. Here we go. Up. En 4. 3, 2, en up. En down. Gekrachtigde handen. 3, 2, en 3. En laag. Rug in de mat. 4, 3, 2, 1. 5. En laag. En 4, 3, 2, en 1. 6. Ga lekker lang door. En 4, 3, 2, en 1. 7. En down, ietsje lager. 4, 3, 2, en 1. 8. En laag, ga vast. En 4, 3, 2, en 1. 9. En down. En 4, 3, 2, en 1. 10. En laag. Zo, die is ontzettend zwaar. Ik voel hem heel goed. En relax. Take a little deep breath. En kom lekker omhoog. Boom. Helemaal goed. Nou, ik heb de hele week al heel veel buikspieroefeningen gedaan. Ontzettende spierpijn. Dus dit hakt er lekker in. Nou, super blij mee. Here we go. Knijp je billen, so I want you to squeeze and squeeze. En op, zet kracht. En push, knijp je hand. En 2. En push. En 3. En op.
En 4, knijp je hand, duw. En 5, vanuit je elleboog. En 6, en wissel. 7, en wissel. Squeeze your booty. 8, en doorgaan. En 9, zetkracht, push. En 10, yes, yes, keep going. 11, en door. En 12, open je nek, open je chest. En 13, goed zo, boom. En 14, en press. En 15, dus niet boven de schouder met de hand. 16. Elbows up, 17. Yes, zo lang als je kunt met je arm. 18. Heel netjes, heel vol. En 19. En wissel. Last one, 20. En press. Geweldig, helemaal goed. Ik ga verder met ronde 3. Maar ik ben dol op deltoïdius oefeningen. Dus ook van die abducties, dat soort dingen. Want dan krijg je een mooie welving van je arm. Super. I love it. So, let's set the timer for the third round. The squat and kick. Ready, steady. Let's go. Sit. Kick it. Down. Open je knie. Tak. Zet kracht. Boom. Down. Je buik actief. Press. Zet door. Leaning down. Ga nog even vol, hè. Kick, kick, kick. And now imagine somebody you would like to kick. Ga nog even door. Tak. Zet kracht. Die vervelende buurman bijvoorbeeld. Of zo iemand die je de hele tijd om hulp vraagt met ontzettend onnozele dingen. Of van die zeikers die altijd iets van je willen. Als jij een broodje zit te eten. Altijd een hap willen. Bam! Zet door. Ik zeg maar wat hoor. Misschien heb je veel ernstige problemen. Nou, dan is dat een veel betere. Keep going. Down. Alright, I got it. Lean down. Heerlijk. Mijn voetjes in de lucht. Mijn buik in. Mijn nek lang. Mijn hands. Ready, steady, let's go. Up. And 4, 3, 2, and 1. 2. En laag. Schouders ophangen. 4, 3, 2. En rug in de mat. 3. En laag. Loose your lower back. 3, 2, and 1. 4. En down. Keep breathing. 4, 3, 2, and 1. 5. Rug in de mat. Als je niet zo laag kan als ik, is het geen probleem. En 6. Press it in. En 4 en 3 en 2 en 1. 7. Ik hoop dat ik mijn tel goed heb. En 4 en 3 en 2 en 1. 8. Shoulders in de mat. En 4 en 3 en 2 en 1. 9. I'm almost there. En 4 en 3 en 2 en 1. Laatste keer. Oeh. Burning abs 4 en 3 en 2. Voilà. Lekker hoor. Zo, ik ga weer verder met mijn frontal raises. Heerlijk. Nou, valt het je ook op dat ik eigenlijk nooit een pauze neem in mijn trainingen? Dat klopt, want ik doe verschillende spiergroepen. Dus tijdens de rust van mijn buikspieren pak ik mijn schouders weer. Let's go. Squeeze it. 1. Zet kracht. Bam. Knijp je hand. 2. Push. En 3. Elbows up. En 4. Yes, yes. En 5. Squeeze your booty. En 6. Maar als je nou echt een pauze nodig hebt, doe dat dan. Hè? Dat mag. Dus you can always take a little break if you like. 8. En 8. En 9. Yes, niet gooien. En 10. Don't move your upper body.
Press, only the arm moves. 11, yes. Trek die schouder niet naar die oren. 12, yes. Schouder goed zo knijpen. 13, 14, keep going. Bam. 15, zet kracht. En 16. Open je borst weer, hè? Corrigeer je houding. 17. Voel je al wat? Ik wel. 18. Bam. 19. Laatste. 20. En press. Hartstikke goed. Nou, het kan best zijn dat je denkt van de eerste en tweede set kan ik misschien wel wat meer herhaling maken dan de derde en vierde. Dat kan, hè, want dan ben je natuurlijk een beetje moeier. Luister ook vooral naar je lichaam, maar zorg er wel voor dat je jezelf een beetje teistert. Dus probeer echt een beetje de grens op te zoeken. So it has to be challenging. If you just do 20 reps, you know, just maybe you do 23. The second round you do 20. Weet je, just make it work. Just really look for this challenging moment. Alright, laatste ronde. I will make a lovely timer clock. And it's starting now. Yes, 1. Bam. 2. Dus niet naar achter leunen. 3. Bam. Ik hoef niet te tellen trouwens, want ik heb de timer. Het gaat automatisch, hè. Set or down to the ground. Down to the ground. Yes, exhale. Oeh. Don't stop. Press. Down. Up. Boom. En op. Zet kracht. Sit. Push. Dus als je gaat zitten, dan is dat vaak het moment waarop mensen hun schouders optrekken. Don't do it. Keep the shoulders relaxed. Bam. Hou vol. Almost there. Lekker op mijn matje liggen. Die is echt een pittige buikspieroefening, hoor. Hou vol. It's one of the most challenging abdominal exercises. I always think. The lowering legs. Yes, that's my laatste. Oké. Deze hoef ik niet meer te doen. Ik ga weer lekker liggen. En genieten. Intens genieten. Ik hou namelijk erg van buikspieroefeningen. Want ze maken me heel fit, heel mooi, lekker strak. En dan ben ik weer blij. Zo. Legs up. Hands down. Nek is lengthend. En go up. En 4, 3, 2, en 1. 2. En laag. Handen gebruiken. 4 en 3. 2 en 3. En laag. Ga niet gooien. Hou die buik actief. 2 en 1. 4 en down. Keep breathing. 4 en 3. 2 en 5. Hou vol. Pressing down the back. 3, 2 en 1. 6. Dus ik ga heel langzaam. En 4 en 3. 2 en 1. 7. Press it down. Keep going. En 4 en 3. En 2 en 1. 8. En go, go, go. Schouders zijn weer van je oren af. 9. En go, go, go. Nog 4, nog 3, nog 2. En laatste. 10. Pressing down. En 4, en 3, en 2, 1. Helemaal top. Nou, het kan dus zijn dat je misschien maar tot hier kan, hè. Dat is oké. Wat je dan kan doen, is het ietsje sneller doen. Op. Langzaam zakken tot je voelt dat je rug niet meer plat kan houden. En weer terug. Dus dan doe je hem iets frequenter, iets sneller. In that case, if you cannot lower your legs all the way, that's fine. Just do it a little bit more frequent. Just lift up. Go down as low as you can. And again. Yes? Het gaat er natuurlijk om dat je het voelt, hè. So, most and foremost, it's important you feel it. And if you don't feel it, please send me a message. I'll help you. I can help you out. Zo, mensen. Daar gaat hij weer. Deep breath in. Last exercise. 1. Zet kracht met je elleboog. En 2. Dus als je nou bijvoorbeeld gewicht hebt van 5 kilo.
ben je veel sneller klaar, want kun je natuurlijk veel minder herhalingen. Dus kijk eens even wat werkt voor jou. 4. En press. En 5. Zet door. Bam. 6. Elbow slightly bent en lift up the elbow. 7. Yes. Push. En 8. Yes. Ik ben al een beetje moe geworden, merk ik. En 9. Hou nog even vol. En 10. Yes, yes, yes. Breath. En 11. En push. Knijp je handen. 12. Bam. 13. Ha. 14. Focus. Lift up your chest. 15. Keep going. 16. Dus van de zijkant. Don't lean back. This is what I usually see. Don't do it. En 18. Push your chest up. Push your shoulders down. En 19. En up. Last one. 20. En bam. Oké, jongens, nou geweldig gedaan. Helemaal top. Ik hoop dat het lekker ging. Ik ben er wel erg lang bezig trouwens. Nou, dat komt door die herhalingen met twee armen natuurlijk. Heel veel plezier vandaag. I like you guys. I hope you send me some messages if there's anything on your mind. Heel veel plezier met de oefeningen en ik zie je morgen. En morgen is het een woensdag. Doei!